7, 8, 9. Maak ze eens nu eens uit. Deze uit. Probeer ik. Wij waren daar wel aan gewend. En daardoor werden we ook wel echt lenig. Het ziet er heftig uit, maar volgens Roman hoort het nou eenmaal bij turntrainingen. Inmiddels is hij een stukje ouder dan in de film. 13 jaar nu. 5 keer in de week trainen. Mm-hmm. Wilde je dat zelf? Nee. Ik heb nooit echt alleen maar 5 keer in de week getraind. Altijd 4 en dan soms 5. Maar nee, want ik wou gewoon met vrienden zijn. Het was soms echt vervelend om naar de training te gaan. Want je hebt hem niet aangeraakt. Dan zat de trainer daarnaast en dan keek hij een beetje zo aan. Zo van, en dan denk jij eens van, is het nou goed of slecht? Of wat denkt hij nou? De film is gemaakt door de moeder van Roman, Esther Paradijs. In de film is goed te zien dat niet alleen trainers fanatiek zijn. Dit is het hoogste niveau. Je hebt ontzettend veel talent. Dat kan je niet zomaar weggooien. Later, toen ik de film monteerde, toen pas zag ik van jeetje, ik zit heel erg op hem in te hakken. En durft hij nu nog wel te zeggen van ja mam, ik wil echt stoppen. Maar waarom doen moeders dat? Ik denk dat het ook echt leuk is om goed te zijn in iets. Ik heb helemaal mijn zin. Nee, maar hey, liefje. Gisteren zei je nog zo stoer. Als het niet mag van de trainer, ga ik niet naar het feestje, ga ik gewoon turnen. Je groeit er een beetje mee. En als ik nu naar de film kijk, dan denk ik ook af en toe wel van poeh, jeetje, pittig. Roman zelf kijkt er anders tegenaan. Zo fanatiek vond hij zijn ouders ook weer niet. Ik vind het niet heel te erg fanatiek. Sommige ouders wel. Die hebben echt hoge verwachtingen en die vertellen veel tegen hun kind en zo. Maar nee, voor de rest niet zoveel. De Gymnastiekunie is blij dat de film gemaakt is. Ze laten weten, als je bij de beste jongens en meisjes van ons land wil horen, moet je heel veel oefenen. Sommige kinderen vinden dit heel tof, anderen soms niet. We gaan de film laten zien aan sporters, ouders en trainers om te kijken wat we van de film kunnen leren. Ik denk dat het goed zou zijn om onder de 12 jaar geen medailles meer uit te reiken. Misschien moet je ook niet zoveel trainen per week. En soms als een kind het echt lastig vindt om te zeggen tegen een trainer van joh, ik wil even minderen, of tegen een ouder, ja, dan moet je het kind daarin helpen. Roman is het daar wel mee eens, maar hij vindt wel dat het allemaal niet te soft moet worden. Dan leer je het ook minder snel, soort van. Dan word je ook geen topsporter. Nou, niet per se dat, maar dat wordt dan gewoon iets moeilijker. Is het 8, 9?